daar jodie mensen van Dutch Gaming. Elke week een nieuwe video hier op dit kanaal. Dat was geen idee dat duimpje wel te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag zijn we aangekomen bij onze FIFA 20 carrière mode met FC Emmen. En zoals jullie zien hebben wij nu het Nederlands elftal voor ons. Want we zijn natuurlijk in de twee video's geleden hebben wij een contract gekregen bij het Nederlands elftal. Zoals we in de vorige video zagen hebben wij op het nippertje weten te winnen van de nummer 4 volgens mij, dat was Zweden. In ieder geval moeten wij nu tegen de nummer 1 Italië. Kunnen wij het gat verkleinen met de rest? Dat is natuurlijk eventjes de vraag. We spelen op wereldklasse zoals jullie zien. Dus ja, hopen dat we gaan winnen. Ik hoop dat jullie in ieder geval jullie serie leuk vinden. Vergeet dan vanzelf dat duimpje omhoog te klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En let's go! Nou ja, Nederland moet dus tegen Italië, mensen. En dat wordt dus weer een leuke wedstrijd, hopelijk. In het Stadion Olimpico gaan wij weer lekker verslag doen van deze mooie wedstrijd. Zullen de wedstrijd van tekst en uitleg voorzien, voor zover we kunnen. En vandaag staat er een wedstrijd in de groepsfase van dit toernooi op het programma. Dit is Italië en ze nemen het op tegen het Nederlands elftal. In groepswedstrijden is het van belang dat je consistent presteert. Ja, dan komt Italië er wel helemaal door. Dumfries, die kan niet daar koppen toe komen. En dan komt Blind hem weg. Ja, nou, nee. Dat alles moet leiden tot een mooie wedstrijd vandaag, zie je het? Nee, hard geschoten, veel te onzuiver. Heeft hij daarmee gedacht? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Daley Blind. Quincy Promes. Slordig met het balbezit. Dat maar duidelijk zijn. En ze laten Nederland lekker Memphis voetballen en dat is soms niet heel handig. Dat is soms niet heel handig! Memphis. De Pai kan die koppen nemen, dat lijkt me logisch. Wijnaldum. Frenkie de Jong. Goed gereageerd zeg, en daarmee heeft hij die paas onderschept. De keeper krijgt nu complimenten van zijn ploeggenoten. Ja, terecht hoor. Wat een redding was dat zeg, schitterend. Die voorzet is te kort. Matige bal. Prima steekpaas van Memphis Depay. Donnarumma. Mobile staat daar buiten spel. Wijnaldum. 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 Hij is even uit balans. Wijnaldum, die kan er wel heel makkelijk door. En het is raak. Nederland komt voor tegen de nummer 1 van de pool, Italië. En ja, dat mag ook wel, want Nederland was vele malen beter in deze wedstrijd. Kreeg kans na kans na kans na kans. En dan is het raak. En dan is het 1-0 door Jorginho Wijnaldum. Vol snelheid. Baan op de vleugel. Uitstekende mogelijkheid. Daar is het 2-0. Italië op snelheid weggespeeld. Daar ligt de zwakte blijkbaar van Italië. Want daar is Bergwijn er gewoon door. Een meesterlijke individuele actie. Moet je kijken zeg. Hij komt van heel ver. Maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen hoor. Jorginho. Giacomo Bonaventura. Marco Verratti. Ja, en daar is van de nou, volgens mij was het Frenkie dit keer weer. Ja, Frenkie, ja, sorry. Als ik één keer kijk, lijkt het zo. Maar ja, het valt wel weer mee. Immobile, oh, daar ligt. Nou, volgens mij was het Frenkie dit keer weer. Ja, Frenkie, ja, sorry. Als ik één keer kijk, lijkt het zo. Maar ja, het valt wel weer mee. Immobile, oh, daar ligt. Moeten pakken. En dan is het bijna 2-1. Knappe redding van de keeper. Hij moest zich helemaal strekken. Van Giacomo Bonaventura in de 16. Daar is Blind. Promes. Quincy Promes. Want het was een aardige bal geweest als hij aankwam.
Er ontstaat weer ruimte. En dan is het 2-1 door een foutje van niemand eigenlijk. Maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Kijk, niemand staat daar goed en dan kan hij Mobile 2-1 maken. Nog iets meer naar de zijkant moeten gaan, maar hij zit te fraaien. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. Hij stoomt verderop. Goed, Promes kon geen kant op, de Pai loopt ook niet mee ofzo. Giacomo Bonaventura. Simone Verdi. Bonaventura. Thijs de Ligt kan hem goed wegwerken. Komt aan. Bonaventura. Geen doelpunt. Wordt weggewerkt, toch? Nee, want het is niet wegwerken. Dat schot komt tegen een tegenspeler. Ja, dan wordt het een penalty gegeven. En een geel voor Denzel Dumfries. De scheidsrechter blaast op zijn fluitje. Strafschop. En hij geeft hem een gele kaart voor die overtreding. Voor zo'n actie... 2-2. Je ziet, zullen ze nog aan voor dat penalty is slow met 2-2. En die bal gaat er vanaf 11 meter in. Zoals verwacht, deze kans wordt benut. Zoals ook verwacht mag worden bij een strafschop. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Onder druk gezet door de verdediger. Over de zijlijn. Francesco Acerbi. Insigne. Marco Verratti. Lorenzo Insigne. Crescito. Oh, dit is heel zonde van de Nederlands elftal. En speelt dus 2-2 bij Italië, wat 3-2 had moeten zijn. En dit is teleurstellend. Er gebeurde van alles. En ik denk dat een gelijkspel een terechte uitslag is. Geen van deze teams verdiende het vandaag om te verliezen. Dat gelijkspel was dan niet spectaculair. Maar hij was echt op dreef vandaag. Geweldig om te zien. Ja, een uitstekende wedstrijd van hem met 2 doelpunten. Maar het was uiteindelijk niet genoeg voor de overwinning. Het blijft bij een gelijkspel. Immobile helpt Italië langs Nederland. Nou ja, eigenlijk een soort van. Want Italië voelt denk ik wel eens een overwinning aan. Want het is wat stond 2-0 achter. Wijnaldum. Kreeg ook wel kansen voor de 3-2. Dus aan de ene kant kan ik het me niet voorstellen. Maar weet Nederland hier gewoon te verliezen van de Italianen. En dat is gewoon heel jammer, want Immobile helpt dus gewoon Italië langs Nederland. Ja, en dan moet Emma ook nog de zware wedstrijd tegen Utrecht. Ja, en dat is nooit fijn. Ja, en Wesseling is al niet tevreden zijn na de 2-2 gelijkspel tegen met Nederland. Dus wil hij met Emmen natuurlijk wel een appeltje schillen tegen het gevreesde Utrecht. Want Utrecht doet het natuurlijk hartstikke goed in het echt. Heeft ook met 2-1, met 2-0-1 gewonnen van Utrecht. Ik bedoel van Utrecht gewonnen van Emmen. In ieder geval is Emmen tegen Utrecht gaande in een blabberende regen hier in Utrecht. Of hij ondanks alle druk het doel ook vandaag weer weet te vinden. Hallo allemaal, in de wolken zijn de regen... En daar zijn FC Emmen en Utrecht dus voor de Eredivisie gaande. Een kletsnatte grasmat hier, maar er gaat gevoetbald worden. Zoals u gewend bent, komt het commentaar... Emma, wat er momenteel nog gewoon hartstikke goed doet in de ranglijst, staat netjes. Ja, weet ik veel hoe ze staan, want ik kan het niet afgekeken. Maar ze staan in ieder geval wel redelijk op goede plekken. Van FC Emmen. Ja, ook jij van harte welkom, Siert. Dit zou wel eens een onderhoudende wedstrijd kunnen worden. Dit zijn twee teams Chacon. Die willen aanvallen, die de tegenstander vanaf minuut 1 bij de lurven willen pakken. Komt hij er niet aan. En daarmee is spektakel eigenlijk gegarandeerd. Bakker. Stanks. Stanks. Boadu. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Ingooien voor Emmen. Stopt die voorzet af. Het Stanks. Calvin Stanks.
En die bal is weg. Kelvin Stanks. Myron Boadu. Ja, ik had moeten geven voor Peña. Er is een medespeler in de buurt. Gaat dit wat worden? Daar stoopt Job aan de zijkant. Voor een voorzet. Ze proberen een opening in de verdediging te zoeken. En spelen. Ja, daar is 1-0 voor Utrecht. Emme. Heel slordig in de eerste helft. Ballen weggeven die er niet horen. Er wordt goed opgebouwd. En dan maken ze de kans af. Nog een keer kijken naar die schitterende voorzet. En dan moet Emme toch beter gaan voetballen. Dan willen ze hier winnen. In de van balbezit. Ja, het is dat Emme. Utrecht laat Emme voetballen, maar ook andersom. Laten ze elkaar voetballen. Die passes van hem is vandaag niets mis. Gaat dit wat worden? Simon Goes, listige steekbal. Ja, dat was 2-0. Nee, net niet weer bijzonder. Wel 2-0. Nog wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment. Ongelooflijk, blunder van de keeper 2-0. Er ook eens iets tegenover te stellen. Emma gaat hier wel verliezen, maar Utrecht verdient het ook gewoon. Daar moeten we oprecht eerlijk in zijn. U heeft het thuis ook kunnen zien. Het balbezit is vooral voor FC Utrecht vandaag. Die middenvelders lijken haast ongenaakbaar vandaag. Als dit geen monsteroverwinning wordt, nou, dan weet ik het ook niet meer. Myron Boadu. Boadu 2-1. Emma heeft zit er in de wedstrijd. Maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. En aan de andere kant vliegt hij er weer in. En nog eens in herhaling te zien hoe ze toch scoren, ondanks het overwicht van de tegenstander. Ja, heel hard ingeschoten door Boadu. En dan is het zomaar 2-1. En dan ineens komt er zo'n gevaarlijke aanval. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. We hebben nu vernomen dat het nieuws officieel is bevestigd. Atletico Madrid heeft een speler gekocht. Dat klopt, zie je het. En het lijkt me een uitstekende aankoop. Ik ben een fan van deze speler. Ik verwacht heel veel van hem. Glenn Bell. Kelvin Stanks. Is die bal weggewerkt? Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar en die zal zo in worden gebracht.